We are eternal.
Dank u wel. U hoorde meteen twee troeven van vanavond. De eerste troef die ik heb uitgenodigd is een vocal group. Die bestaat nu een jaar of twee. En die heet de Vox Sturnus en die staan voor de kijkers rechts. Vox Sturnus. We hebben hier een vrij strikte scheiding tussen de seksen, zoals u gezien heeft. Het klinkt, ziet er misschien een beetje ouderwets uit, maar het is ineens heel modern. De mannenkant namelijk is aan deze kant. En aan de mannenkant heb ik nog een speciale gast mogen uitnodigen. En daar was ik ook heel erg blij mee dat hij kon en dat hij wilde. En dit vorige stuk is een stuk een beetje in de stijl van hoe ik zijn platen kende. En het is een soort folksong en hij komt uit Noorwegen. Nou, het is toch wel het land van de volksverhalen en de fairy tales. En ik ben blij dat ik hem kan aankondigen. Hij speelde al een schitterende solo. Dames en heren, tenor en sopraan saxofoon, Trygve Seim. Het tweede stuk wat we zojuist gespeeld hebben heet Marquise. En dat is een bepaalde manier hoe je een diamant slijpt, zoals u weet. En we gaan nu verder met het volgende stuk. En het heet Pavilion Angle. Dat is een beetje de hoek waarin sommige diamanten geslepen kunnen worden. Pavilion Angle. Thank you.
Trygve Seim. Volgende twee stukken worden achter elkaar gespeeld. Het eerste stuk heet The Rarest of Them All. Komt uit een tekst van Father John Misty. En het gaat over disappointing diamonds, the rarest of them all. And then true love doesn't exist. Is de volgende zin. Daar mag je zelf over nadenken of dat zo is. En het stuk daarna heet Golden Jubilee. Dat is een van de grootste geslepen diamanten die er is. Maar we beginnen met The Rarest of Them All. Thank you.
Het is een compositieopdracht en niet een improvisatieopdracht, maar er wordt gelukkig veel geïmproviseerd. Doch niet in het volgende stuk. Het volgende stuk is volledig gecomponeerd en daar let ik streng op. Mochten daar mensen andere noten spelen, dan wordt hierna geanalyseerd. En of er al mensen nog terugkomen in Utrecht overmorgen, is nog maar de vraag. Ja, kom op, ik heb er heel lang op gestudeerd. Ik ben 55, ik heb heel lang compositie gestudeerd. Ik weet precies welke noot op welke plaats komt. En als zij dat in één of twee repetities denken te moeten veranderen. Kijk, dat kan natuurlijk niet. Anders zou ik eigenlijk mijn leraren niet serieus nemen. Het gaat niet om mij, hè? Het gaat eigenlijk om die mensen voor mij. Dus we gaan het nu proberen in ieder geval een stuk te spelen zonder improvisatie, dames en heren. Maar het is een kort stuk. Dus de kans om te improviseren is ook vrij beperkt. Het stuk heet Momentary Flash of Brilliance. En vooral, let vooral op het momentary. Dat het kort is. En hier en daar hoort u een flash. Veel plezier. Ik heb allemaal... I just said the very positive things about you. So don't worry. Please feel free to do a... to take a solo, whatever you want. But not in this piece. Momentary Flash of Brilliance.
Het intro wat u hoorde op mondstukloos trompet, dames en heren, Romain Bly. Ze noemen haar ook wel de parel van Vox Sturnus, dames en heren. Margriet Sjoerdsma. En op de bas... Een baken al een jaar of 30 in mijn leven. Heel vaak als ik naar voren of een beetje naar rechts kijk, staat hij daar met een bas. Dames en heren, op de bas, Erik van der Westen. Het volgende stuk is een trio-stuk voor tenor, saxofoon, bas en piano. En ik vind dat eens in de zoveel tijd mag je een stuk in C groot spelen. Mijn leraar zei altijd, hij was een Amerikaan... What did C major do to you that you have to judge him? Weet je, wat heeft C majeur je misdaan dat je moet veroordelen? C majeur is een groot deel van de vorige eeuw veroordeeld geweest. En misschien af en toe ook nog wel terecht. Dat laat ik even in het midden. Daar mag je zelf over nadenken, inderdaad. Maar ik vind sinds Terry Riley in C... is C majeur aan een grote opmars bezig, namelijk ook in de wat meer moderne hedendaagse klassieke muziek hoor je weer veel A mineur en C groot. En ook ik wil niet achterblijven bij de moderne trend. Dus ik heb een stuk geschreven in C groot. Het is een soort slaapliedje, daar is C zeer geschikt voor. En het heet Amarillo Starlight. Thank you.
Dan maar zijn Trygve Seim, tenor saxofoon. Erik van der Westen. Ik ben heel lang fan geweest, of nog eigenlijk nog steeds, van Carla Bley. En ze had een prachtige trio met Steve Swallow op bas en Andy Shepherd op saxofoon. Dus ik dacht, ja, deze gelegenheid laat ik niet lopen om ook zo'n soort trio te hebben in een stuk. In de stijl zo'n beetje Carla Bley, Charlie Hayden. En ja, prachtig gespeeld, Trygve. Merci beaucoup. Thank you very much. Tusen dank. Super beautiful. We will play two pieces now in a row, I guess. I see Romain a little bit surprised, but I guess we will start with Brilliant Freeze, if you agree. Yeah, and then we go to Martian Pink Eureka. Martian Pink Eureka also. Two types of diamonds, rough and how do you say this? What is slepen in het cut? Or polished? Or in ieder geval, not rough anymore. But a little bit more roughness in the unroughness than we expect. Two pieces in a row. Brilliant Freeze and Martian Pink Eureka. Thank you.
Het volgende stuk is op een tekst van John Donne, de Engelse dichter uit 1572. Het eerste stukje wat je hoorde was trouwens geschreven door Shakespeare. Wat hij vrij aardig gedaan. Die heeft ook over diamanten geschreven en John Donne deed het ook. En hij schreef over een paar prachtige crystals. En dat heeft het stuk Come Live With Me opgeleverd. Heb ik een sting gejat, dat idee, gewoon oude Engelse poëten, je eigen muziek opzetten. Heeft Sting heel veel gedaan, hè? Sting. Je kent Sting niet? Ja, zo zie je, generatieconflict binnen de band is vrij groot. Dat was mijn eerste concert wat ik ooit live zag, was van Sting. En dat gaan we nu horen, dames en heren. Het heet Come Live With Me met een feature voor Margriet Sjoerdsma. Was best voor klap. Thank you.
Let others freeze, 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 let others freeze. Let others freeze. Let others freeze. Freeze.
come live with me and be my love, and we will some new pleasures prove of golden sands and crystal brooks. Margriet Sjoerdsma, vocals. We zijn aan het laatste nummer toegekomen. Ook een compositieopdracht met 13 stukken heeft een laatste stuk. En voordat we dat gaan spelen, dames en heren, ga ik nog even de mensen die ik niet kende aan u voorstellen. Op cello, Suzanne Rosmolen en zang. Achter haar staat Anne-Marie Messerschmidt. Op altviool en zang Thora Sveinsdottir. En die hele keuken die hier zo'n beetje in het midden ziet staan, met allerlei hotelbellen. Speciaal voor dit project aangeschaft, dames en heren. Ze zingt prachtig en ze speelt ook geweldig percussie. Sanne Huijbregts. Ze bespeelt het mooiste instrument van vanavond, dames en heren. De dwarsfluit. En dan is er... toch? Ja, het zijn hier fluitliefhebbers in de zaal, overigens. Als je dat niet wist, de dwarsfluit is het mooiste instrument wat er bestaat. Het wordt ook door de goden gespeeld. Pan was er eentje van. Maar degene die het nog mooier speelt dan het instrument is, dames en heren, is Maaike van der Linde. En net als Erik speel ik ook graag met iemand waar ik ook alweer 35 jaar mee terug ga, denk ik. We hebben zelfs in dezelfde soort huis gewoond. Hij op de tweede etage, ik beneden. En daar... dat bedoel ik, daartussenin woonde nog iemand. En die heeft zich waarschijnlijk zo gevoeld. Dames en heren, op basklarinet en altsaxofoon, Miguel Boelens. Het mooie is dat je zo'n programma voor het eerst speelt, dan weet je niet dat er aan het eind van het vorige stuk een bassolo zit. Maar dat zat er, dames en heren. Het was prachtig. Dames en heren, op bas Erik van der Westen. En verder had ik nog een Franse hoorn nodig in mijn ensemble. Vind ik heel mooi. Franse hoorn. En toen zei iemand, ja, dan moet je Romain bellen. Nou, ik Romain bellen, hij kon. En als je Romain belt voor Franse hoorn, neemt hij ook mee een trompet zonder mondstuk. Neemt hij ook mee een, wat was het ook weer? Euphonium, dames en heren. Maar hij speelt ook drums, blijkt. Neemt hij een drumstel mee. Dames en heren, iemand die super muzikaal is met hele creatieve ideeën op elk instrument. Zelfs de dwarsfluit, denk ik. Romain Bly. En mijn naam, dames en heren, is Martin Fondse. En ik heb er één stuk geschreven, dames en heren. En ook daar is nog ruimte voor een solo. En ja, laten we een solist hebben, dames en heren, uit Oslo, Noorwegen. Ik ben heel blij dat hij gekomen is. Ik ben heel blij dat hij met ons meespeelt. Hij heeft een prachtig geluid en een geweldig mens. Heel vriendelijk, ook in het Noors, dames en heren. Als je Noors spreekt, spreek hem na het concert rustig aan. Hij spreekt ook Engels. Dames en heren, op sopraansaxofoon en tenorsaxofoon. From Oslo, Trygve Seim. En we eindigen dit stuk met de koning van Ruiten, King of Diamonds. En ook hier hebben we weer een stukje tekst van Shakespeare voorgezet. Fijn dat u er bent, fijn dat u er was. U gaat nog één stuk horen. Hey, King of Diamonds.
En het begint met D groot. My crown is called on
Dames en heren, het vocale ensemble van de toekomst, Vox Sturnus. Miguel Boelens, Romain Bly, Erik van der Westen, Martin Fondse en Trygve Seim. Onno, dankjewel, achter het geluid. Micha, achter het licht. Frank van BIMHUIS, iedereen van BIMHUIS. Ontzettend bedankt, Tammy bedankt. Iedereen bedankt, u bedankt. Wij waren de compositie op de 22 van Martin Fondse voor de Orchestra. Dank u wel, dames en heren. Dit was de eerste set. Ja. We hebben nu een hele korte pauze, hebben we net gehad. We spelen één stuk in de tweede set en daar gaan we nu aan beginnen, dames en heren. Want we speelden een trio-stuk in C en iedereen wilde daaraan meedoen. En dat was nog niet het geval aan het begin van de week en nu wel. Dus we sluiten af met een slaapliedje, lijkt me voor jullie ook het beste. Dus nog één keer Amarillo Starlight in een totale andere versie. Dank u wel.